Helemaal en superleuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. In deze video ga ik jullie een aantal anti-verveeltips geven. Het zijn in totaal 30 tips voor als je even niet meer weet wat je thuis zou kunnen doen. En ik weet zeker dat er een aantal tips bij zitten die je niet zo 1, 2, 3 zou hebben kunnen bedenken. Door deze omstandigheden zitten er heel veel mensen thuis. En ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment even niet meer weet wat je zou moeten doen of wat je zou willen doen. En ik wil je toch een beetje als tip meegeven. Let gewoon een beetje goed op jezelf. Als je heel erg veel de deur uit bent en in één keer continu thuis bent, dan kan het gewoon heel erg voor je mentale gezondheid niet heel goed zijn. Ja, ik weet niet zo heel erg goed hoe ik dit moet uitleggen, maar ik merk zelf ook wel heel erg dat ik soms wat onrustig slaap of heel veel nadenk of wat dan ook. Bedenk voor jezelf ook oplossingen als het allemaal gewoon een beetje te veel wordt. Ga bijvoorbeeld minder op social media. Ik word zelf namelijk helemaal gek van iedereen hun Instagram stories, dat het alleen maar over hetzelfde onderwerp gaat. Bekijk bijvoorbeeld één keer per dag het nieuws. Zorg dat je nog veel contact hebt met familie, vrienden of wat dan ook als je daar behoefte aan hebt. Maar in ieder geval let een beetje op jezelf. Ga niet continu alleen maar werken als je dat moet doen. Maar zorg ook even voor een kleine break en neem echt gewoon je rust en let gewoon vooral goed op jezelf. Dat is in ieder geval één ding wat ik gewoon heel erg graag gezegd wil hebben. Voor de rest gaan we nu verder met alle 30 tips voor als je even niet meer weet wat je wil doen. Laten we beginnen met tip nummer 1 en dat is maak lijstjes. Maak een lijstje van bijvoorbeeld vakantiestemmingen waar je nog graag heen wil. Dingen die je nog wil hebben voor je verjaardag of dingen die je zelf wil kopen. Je kan natuurlijk ook je eigen bucketlist maken. Een lijst met alles wat je ooit nog eens gedaan wil hebben in je leven. Tip 2 is maak een Spotify muziek playlist. En misschien niet meteen voor nu, maar je kan het natuurlijk ook voor later gebruiken. Mocht je bijvoorbeeld vaak gaan hardlopen, zoek dan eens uit wat het ritme is waarop je hard loopt. Op die manier kan je googlen wat voor beats per minute, dus BPM, er het beste bij past. En op die manier kan je muzieknummers uitkiezen die goed werken op jouw hardlooptempo. Tip 3 is maak je make-up kwasten schoon. Sommige spullen kunnen wel een schoonmaakbord gebruiken en make-up kwasten is zoiets wat bij mij echt wel vaker schoongemaakt kan worden. Dus nu is het mooie tijd om deze uitgebreid te kunnen wassen. De volgende tip is neem een uitgebreide spa-dag. Ga er eens uitgebreid je teennagels of je gewone nagels lakken. Gebruik een gezichtsmasker, een haarscrub, scrub je lichaam of neem bijvoorbeeld een ontspannend bad met een van deze badprijsballen van Lush bijvoorbeeld. Echt heerlijk. Neem gewoon eventjes een momentje voor jezelf. De volgende tip is zoek eens al je foto's uit. Ik heb inmiddels bijna 8000 foto's op mijn telefoon staan en dat is gewoon echt veel te veel. Dus ga ze eens allemaal weer langs, bekijk ze. Dat kan natuurlijk ook, dat je ze alleen gaat bekijken. Maar je kan natuurlijk ook een hele hoop wegdoen. Of je kan desnoods een heel erg leuk fotoalbum ervan maken. Maak eens een fotoalbum van alle leuke momenten met je partner bijvoorbeeld. Het hoeft niet eens een fotoalbum te zijn van een vakantie. Het kan echt van alles zijn. Tip nummer 6. Zoek je droomhuis. Ga bijvoorbeeld Funda zoeken naar het huis waar je het liefst zou willen wonen als je al het geld hebt wat maar kon. Of kijk bijvoorbeeld naar het allerduurste huis, het meest luxe huis of misschien wel het meest aparte huis. Tip 7. Zoek eens al je sokken uit. Mijn wasmachine eet denk ik al mijn sokken op, want ik ben echt alle sokken kwijt. Ik heb er inmiddels voor gezorgd dat ik eigenlijk alleen nog maar zwarte sokken draag. Dus voor mij is het niet een heel erg groot karweitje, maar ik had vroeger dus altijd gekleurde sokken. Dus zoek eens al je sokken uit en gooi sokken weg die kapot zijn of geen setje meer zijn. Tip 8. Ga videobellen met familie of vrienden. Als langsgaan bij familie lastig gaat, ga dan eens videobellen. Je kan zelfs met een hele grote groep tegelijkertijd videobellen. Vind je het lastig dat je niet langs kan komen bij familie, dan kun je ook een iets groter gebaar doen door bijvoorbeeld een kaartje te sturen via Greets. Eindeloze series en films kijken. Kijk een leuke serie of film op bijvoorbeeld Netflix, Amazon Prime, Videoland, Disney Plus of wat dan ook. Je kan natuurlijk ook, net zoals je nu doet, heerlijke video's gaan kijken op YouTube. Het huis opruimen en schoonmaken. Misschien niet het leukste, maar ik vind het persoonlijk wel heel erg fijn als het gedaan is. Order bijvoorbeeld eens je bergingkast, je make-up la of je kledingkast of wat dan ook. Zoek je spullen uit, doneer eventueel aan een goed doel of gooi bijvoorbeeld wat spullen weg. Bak eens een nieuw recept. Bak eindelijk eens dat recept wat je altijd al wilde maken. Koken kan natuurlijk ook. Probeer nieuwe dingen uit of probeer juist recepten waarvan je normaal vindt dat ze veel te veel tijd kosten. Tip nummer 12 is ga op zoek naar nieuwe influencers. Zoek op bijvoorbeeld Instagram of YouTube naar leuke nieuwe influencers. Ga eens door alle comments doorheen scrollen en kijken of je andere leuke influencers voorbij ziet komen. Of gebruik eens zoekwoorden op YouTube of Instagram en kijk wie eruit komt. Mensen die een inspiratiebron voor je kunnen zijn. En volg je me trouwens al op Instagram? Mocht je dat nog niet hebben gedaan, volg me op MakeMeBlushNL op Instagram.
Experimenteer met je haar of make-up. Als je niet de deur uit hoeft, kun je eens gek doen door een nieuwe tutorial te gebruiken. Ga eens aan de slag met heel veel kleur in je oogschaduw of juist hele gekke kleuren, bijvoorbeeld een blauwe lipstick of wat dan ook. Of probeer eens nieuwe haarstijlen door je haar weer eens te krullen of vlechtjes te maken of wat dan ook. Zoek een leuke tutorial op en probeer het uit. Tip nummer 14 is: ruim je telefoon of je computer op. Ik bewaar echt veel te veel dingen, dus ruim eens alles op, gooi dingen weg, orden alles netjes in mapjes, zet het op je harde schijf of wat dan ook. En bij deze tip is het misschien ook wel heel erg handig om eens je mailbox uit te zoeken. Op welke nieuwsbrieven ben je nou echt geabonneerd en welke kan je eventueel voor afmelden? Ik had hem net al eventjes benoemd en dat is tip nummer 15. Maak een fotoboek. Maak van leuke momenten eens een fotoboek. Het hoeft natuurlijk niet per se van een vakantie te zijn. Je kan natuurlijk ook een fotoboek maken over jou en je partner met leuke momenten. Of jou en je familie van het afgelopen jaar. Tip nummer 16. Maak een vision board. Een vision board is eigenlijk een soort inspiratiebord over dingen die je wil bereiken over zoveel jaar. Je kan een vision board maken voor 1 jaar, voor 5 jaar, 10 jaar, wat dan ook. Je kan gewoon een board maken met allerlei inspirerende foto's. Pak een stapel tijdschriften en wees creatief. Plak een schilderij, een papier vol met allemaal plaatjes die jou inspireren. Ga gezond bezig en ga eens lekker sporten. Pak er een yogamatje bij en ga lekker binnen sporten. Bijvoorbeeld burpees, planken, squatten of zelfs hula hoepen. Dat kan natuurlijk ook. Je kan natuurlijk ook, zoals ik hier heb, een kettlebell gebruiken. Zoek op YouTube een kettlebell workout uit en begin. Tip nummer 18 is: ga een blog beginnen. Heb je altijd al een keer je eigen blog willen beginnen? Waarom niet? Waarom ga je niet gewoon beginnen met je eigen blog? Ga beginnen met wat schrijven of maak wat foto's en publiceer ze. Tip nummer 19 is: installeer TikTok. Ik heb dit laatst geïnstalleerd en ik kan me hier echt zo lang mee vermaken. Het zijn eigenlijk gewoon allemaal hele korte filmpjes en het is gewoon heel erg vermakelijk. Dus mocht je het nog niet kennen, installeer TikTok en probeer het uit. Tip nummer 20 is: zoek je kleding uit en verkoop het eventueel. Zoek je kledingkast uit, ruim het netjes op, hang alles weer netjes. Zoals je ziet, bij mij is het één groot drama, dus ik moet dat echt doen. En je kan eventueel foto's maken van je kleding en het verkopen, bijvoorbeeld United Wardrobe of Vinted. Tip nummer 21 is: schrijf je doelen op of schrijf bijvoorbeeld een mooi verhaal. Wat nou als je bijvoorbeeld 500.000 euro kreeg? Wat zou je dan met al dat geld willen doen? Zou je gaan reizen? Zou je speciale dingen kopen? Zou je met een eigen onderneming starten? Denk er eens een keer over na. Of schrijf je doelen op die je hebt voor de komende 5 of de komende 10 jaar. Schrijf een leuk verhaal over wat jij zou doen in een bepaalde situatie. Tip nummer 22 is: koop een kleurboek voor volwassenen. Ga eens een kleurboek kopen en teken die in. En een kleurboek voor volwassenen spreekt al een beetje voor zich. Het zijn helemaal geen kinderlijke tekeningen en het is gewoon heel erg ontspannend om te doen. Tip nummer 23 is: maak je schoenen schoon. Het schoonmaken van mijn schoenen doe ik persoonlijk echt veel en veel te weinig. Kijk eens op beeld hoe vies ze kunnen zijn. Deze kunnen echt absoluut een schoonmaakbeurt gebruiken. Dus maak ze eens schoon, poets ze eens op, stop ze eventueel in de wasmachine en hopelijk zijn ze dan straks weer schoon. Tip nummer 24 is: speel een spelletje. Dit kan natuurlijk een bordspelletje zijn, maar je kan natuurlijk ook op bijvoorbeeld de computer The Sims spelen of zoals ik hier doe, Goat Simulator. Tip nummer 25 is: pinnen op Pinterest. Ga eens op Pinterest zoeken naar mooie woonkamers of ideeën voor bijvoorbeeld een toekomstige babykamer of zoek inspiratie voor nieuwe outfits. Je kan zoveel vinden op Pinterest, dus ga lekker pinnen en pin al je borden vol met leuke tips. Tip nummer 26 is: probeer een tutorial. Ga eens een programma zoeken, zoals ik hier heb Photoshop. Ik kan het zelf wel, maar zoek eens een programma die je altijd al hebt willen kunnen gebruiken en zoek een tutorial op en ga er eindelijk eens mee aan de slag. Dit kan echt van alles zijn. Dit kan Photoshop zijn, dit kan een video editing programma zijn of een heel ander programma, maar zoek eens een tutorial op en probeer het uit. Tip nummer 27 is: maak een nagellakboek. Lak al je nagellakjes op bijvoorbeeld een nagelwiel of maak een boekje waarin je alle kleurnamen opschrijft. Zo kan je de volgende keer ook wat makkelijker kiezen als je je nagels gaat lakken. Tip nummer 28 is: deel je interieur opnieuw in. Haal bijvoorbeeld eens al je accessoires weg en kijk wat voor andere accessoires je nog in huis hebt. Of bestel eventueel nieuwe accessoires online. Deel het opnieuw in en maak bijvoorbeeld gebruik van andere kleuren zoals typische lentekleuren, zoals bijvoorbeeld knalgeel. Tip nummer 29. Zoek eens al je spullen uit. Heb je nog bewaarde bonnetjes, mappen vol papieren, misschien een rommellade zoals ik hier heb? Zoek het uit en gooi het eventueel weg. Je kan bijvoorbeeld als je lang thuis bent of als je je vaak verveelt, de 30 Day Minimalism Challenge doen. Bij deze challenge doe je op dag 1 één product weg, op dag 2 twee producten, op dag 3 drie producten en ga zo door.
Tip nummer 30 is misschien wel de minst leuke tip en misschien ook wel de saaiste tip van allemaal, maar werk in die mogelijk vooruit voor je school of je werk. Het is misschien niet altijd even leuk, maar achteraf zal je er echt heel blij mee zijn. Ik hoop dat je deze video leuk vond om te zien. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad en dat je gelijk inspiratie hebt om weer iets te gaan doen als je je verveelt. Ik hoop voor nu dat je deze video leuk vond om te zien. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet deze video geen blauw duimpje omhoog te doen als je hem leuk vond. Vergeet je ook zeker niet te abonneren op de rode button hier beneden en het belletje aan te zetten. En dan zie ik je heel graag de volgende keer weer. Doeg!